Met kerst sturen we elkaar weer kerstkaarten. Naast de reguliere post kan dit ook via de kerstpost van de scouting. Wij kregen in Den Helder en Julianadorp een kijkje in de keuken. Ja, Scouting Kerstpost, wat is dat? Het is een organisatie die in 1987 begonnen is. Ooit verzonnen door scouting in Engeland en overgewaaierd naar Nederland. Wat doen wij? Wij verzamelen Scouting Kerstpost in en wij bezorgen dat een week voor kerst. En de opbrengst die dat met zich meebrengt, wordt dan verdeeld onder de deelnemende scoutinggroepen. U ziet in dit lokaal ziet u dan op een gegeven moment een ruimte waar dan de post binnenkomt. En daar wordt het allemaal gestempeld en beplakt. En nadat dat gedaan is, gaat het naar de grote zaal toe. En daar wordt het dus allemaal uitgesorteerd in bakken. Allemaal naar de postcodes. Grof op de straat gesorteerd. Dat doen wij 3 dagen lang. En na 3 dagen, dan vrijdagavond, neemt elke scoutinggroep zijn deel mee wat hij gaat bezorgen de volgende dag. En gaat dat in zijn eigen troephuis weer uitsorteren op nummervolgorde. Zodoende dat dat dan keurig netjes uitgelopen kan worden die zaterdag. Nou, kijk, wat de bedoeling is, dat is dat nou, wat we nou de straat namen. We hebben hier nou straatjes, straatje 28. 28, nou dat moet is de bedoeling, dat nummer 28-1, 28-13. Nou ja, dat, die 13 die moeten we hier naar voren, hè, want dat is dat, ja. Dit allemaal op volgorde komt te liggen. Ja. Hè, en dat dan als direct die kinderen, dat als ze gaan lopen, dat ze in ieder geval niet eerst 1 hebben en dan naar 13 moeten, van 13 weer terug naar 2. Dus ja.